De BOM investeert in aspergeoogstrobot. Enerzijds om te zorgen voor de duurzame voedselvoorziening. En anderzijds om het probleem met seizoensarbeiders, wat toch wel steeds lastiger is om die naar Nederland, maar ook naar Brabant te halen, voor een seizoensproduct als asperges, te tackelen. Wij hebben in de AVL Motion Robot oogstrobot geïnvesteerd, omdat het de meest lichte variant op de markt is, maar ook de snelste variant. Dus hij kan autonoom rijden, hij kan snel oogsten en hij zorgt voor minder bodemverdichting. Door de oogstrobot die steekt preciezer en sneller, dus alle asperges die ook klaar zijn om geoogst te worden, kunnen geoogst worden. En het bed wordt minder beschadigd, dus de aspergeplant wordt ook minder beschadigd. Dus ook de opbrengst is groter van een aspergeveld. Ik denk dat het belangrijk is dat de overheid investeert in dit soort initiatieven, zodat we enerzijds minder afhankelijk worden van buitenlandse arbeiders. En anderzijds denk ik dat het heel belangrijk is dat we ook de voedselvoorziening die we kunnen halen van een areaal land, dat we die ook optimaal kunnen benutten. En ik denk door slimme technologieën toe te passen, dat we op een duurzame manier meer opbrengst uit één stuk grond kunnen halen. Kijk, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen als die asperges hier in de grond blijven zitten. Kan toch niet?